Nou, dit is eigenlijk plastic wat eigenlijk overbodig is. Wat klanten, met name studenten, als lunch meenemen. En dat gaat nu naar buiten. En dat is van een uurtje verzamelen. Allemaal rommel die overbodig is. En dan willen wij vragen ons af waarom dat dit geen papier kan zijn. Waarom moet het plastic zijn? Plastic schaaltjes, bakjes en zakjes. We krijgen er dagelijks heel wat van in huis, want het zit werkelijk overal omheen. Maar al te vaak belandt het niet op de plek waar het hoort. In de PMD-bak, maar op straat of in wateren zoals de Maas. Dat moet veranderen, vonden de drie Maastrichtse Rotary Clubs. Zij starten onlangs project Maasmeermin. Gisteren plaatsten ze bij de Albert Heijn in Scharren een uitpaktafel, waar klanten van de supermarkt gevraagd werden hun producten te ontdoen van onnodig plastic. Mensen zijn het ermee eens, zeker de jeugd. De jeugd vindt het geweldig. Nou, we vinden een sociale, gezonde en duurzame samenleving uiterst belangrijk. En dat is een klein initiatief wat helpt om het grote geheel aan te pakken. Wat kan de consument zelf nog doen? Nou, in ieder geval goed bezig zijn met actief afval scheiden. De punten die er zijn in Maastricht ook benutten om afval in te leveren. En bewust omgaan met de producten die men koopt. Dus echt omgaan met de natuur en het behoud van de samenleving. Wat is jullie concrete doel nou? Het doel is dat wij de aantal verpakkingen willen terugbrengen. Dus we ruimen op, samen met Maas Cleanup ruimen wij eigenlijk van alles op. Maar we willen ook zorgen dat er gewoon minder verpakkingen zijn, dus ook minder vervuiling. Dus dat je minder hoeft op te ruimen. En dat betekent een mindset bij zowel klant als bij de regelgever, als ook bij de industrie. Wat vindt u van de actie? Geweldig. Wij moeten toch zoveel van de plastic af. Ik vind het prima. Het is goed dat we erop letten. Maar we doen het zelf ook al hoor. Want sommige dingen zijn al verpakt door hun. Ja, daar kunnen wij niks aan doen natuurlijk. Dat niet alleen. Je zit al een tijd met een hoop verpakkingen. Ja, die moet je ook al weggooien. Hè? Dus ja, ik kan beter zo doen. De initiatiefnemers hebben één grote droom. Dat is onze droom om de oorsprong van de Maas tot het uiteinde van de Maas, dat eigenlijk die Maas schoner wordt en dat er minder afval de Maas in gaat. En we hebben dus duidelijk uiteindelijk een draaiboek wat je in principe op elke rivier worldwide kunt gebruiken.